Ja, dames en heren, u zult wel denken, maar dat kan me geen reet schelen. Ik ben de rechtmatige eigenaar van Camping Pernis. En in die hoedanigheid mag ik dan ook zelf mijn eigen gedoogbeleid bepalen. Campinggasten mogen dan ook vanaf nu in bepaalde mate drugs gebruiken. Ja, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Luister nou, Beertje Boshout, met je roze rozijntje. Ik kan er ook niks aan doen. We zitten op Camping Pernis nou eenmaal met de allochtone medemens opgescheept. En ja, die loopt nou eenmaal standaard krom van de drugs. Ja, dat is dus helemaal niet waar. Is gewoon de realiteit, Beertje. Er zitten Antillianen op de camping. De bolletjes rollen door de toiletgroep. Er zitten moslims. De hashishlucht van de Rode Libanon hangt in elke trekkerstent. Er zitten Chinezen. De ongesneden cocaïne stuift door de kantine heen. En dat wil jij allemaal tegen gaan lopen houden? Ja, maar dat hoef je toch niet aan te moedigen? Ik moedig niks aan. Ik stel het alleen niet strafbaar. Ik gedoogd. Ik heb mijn naaste gebruiker het lief. Ik kan er ook niks aan doen dat de allochtoon een potentiële drugsverslaafde is. Dan moet je in het land van herkomst zijn. He? Zolang ze op de Antillen te beroerd zijn om het probleem aan te pakken, gaat ik hier echt niet de witte boem aan lopen spelen, hoor. Bruine gebruiken nu eenmaal. Kom omdat ze kansloos zijn. Ze hebben geen uitzicht. Goedemorgen. Zijn we hier bij mevrouw van der Meer? Ja, dat klopt. Ja, jongens is thuis. Kom maar. Mevrouw van der Meer, namens de Postcode Loterij mogen wij u ongelooflijk feliciteren. Dat is mevrouw van der Meer. Ik ben er thuis op. Oh, neem me niet kwalijk. Ze slaapt. Ja. Ik zou het even wakker willen maken. Nou, liever niet. Het is net eindelijk even stil. Ja, maar ik heb een prijs. Ik kom een prijs uitreiken. Dus het zou maar beter zijn als het toch nu wakker gemaakt wordt. En moet dat nu? Ze komt op televisie. Mevrouw van der Meer. Mevrouw van der Meer, wordt u eens wakker? Er is iemand van de televisie. Wie ben jij? Ik ben de thuishulp en deze meneer is van tv. Een hele goede morgen, mevrouw van der Meer. Ja, u heeft een lot ingestuurd bij de postcode loterij. En nou wil het geval dat op uw postcode een prijs is gevallen. En daarom mag ik u een prijs overhandigen. Een cheque. Ter waarde van, houd het spannend, daar komt ie. 50.000 euro. Jezus. Ja, wat zegt u daarvan? Ja, mooi hoor. Hoe laat komt mijn man thuis? Uw man is dood, hè, mevrouw van der Meer? Wat? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Hé, wat vervelend. Is dat net gebeurd? Niet opletten. Ik zeg het er iedere week, maar ze vergeet het steeds. Mevrouw van der Meer, u heeft net heel veel geld gewonnen. Mooi hoor. En wie ben jij? Ik ben de cameraman, ja, filmer. En ik ben de presentator. En ik kom u net 50.000 euro brengen. Bent u niet blij? Ja, ik ben heel blij. Ik ben verschrikkelijk blij. Ja, ik ben blij hoor. Misschien wilt u ook nog wat zeggen tegen de mensen thuis. De hele schepping is inderdaad van waanzin. Geef mij maar speklapjes met vette jus. Ik zeg tegen mijn man, als de pianostemmen komt, ga je niet een hele flesje even zitten drinken hoor. De hele toilet kan ik schoonmaken, de karrensporen zitten in het glazuur, Persies kleedje kon ik weggooien. En je gaat niet van die dikke sigaren zitten roken, de wallebankt in de gordijnen. Ja, nou, in ieder geval ongelooflijk gefeliciteerd ermee dan maar, hè? Jongens, afbreken, dit kunnen we niet gebruiken. Wilt u nog een kopje koffie? Nee, bedankt. Wij hebben gegeten en gedronken. Kom jongens. Zit er verdomme een dement 5,5 ton. Dat kun je toch niet. Mevrouw van der Meer, weet u al wat u met dit geld gaat doen? Oh, de klonje kopen. Een hele fles. Maken we hem samen soldaat. Weet u wat? Ik ga deze cheque aan uw zoon Freddy geven. Dan kan hij hem innen. Vindt u dat goed? Ik vind het een fijn plan. Broeders, ik lig hier. Heerlijk te gebruiken. Echte hashish uit Afghanistan. Softdrugs. Dit mag niet in Nederland, maar toch ook weer wel. Dit is speciaal beleid van de regering.
gedoogbeleid. Dus iets mag niet, maar wel stiekem. Dit is een joint. Die moet je doorgeven. Maar omdat ik alleen in een put zit, hoef ik dat niet te doen. Ha! Als je inhaleert, worden je hersenen bedwelmd. En je ziet mooie dingen. Ik zie nu bijvoorbeeld ongesluierde mensen. Zo mooi. Ik zie echte gezichten. Ik zie glimlachende vrouwen die plezier hebben. Ja, dat kennen wij niet. Maar naast softdrugs heb je ook harddrugs. En die ga ik dadelijk gebruiken. Maar nu eerst deze Joint Strike Fighter George Bush Apache Muhammad Ali Clay Martin Luther King. Zou het toch met een speedo komen? Nee, Beertje, ze komen met een speedboot. Zet je brilletje nou maar op en niet laten merken dat je er niks van af weet. Who the fuck of you is Freddy van der Meer? That's me, handsome. Have you got some merchandise? Have you got the money, you fuckface? Yes, we've got your dirty drugs money, honey. Beertje, laat hem de check maar zien. What the fuck is this, a fucking piece of paper? No, beauty. This is the street price. 50,000 keiharde euros. My mother won it with a lottery. So you don't have to wash it white. You see, it is legal. You can cash it at any bank depository. So now you. Show me what you've got, baby. Het is allemaal hetzelfde, kijk wie niet kiezen. Oké, is goed. Money. Wil hebben. Ten eerste weet ze helemaal niet meer hoeveel ze gewonnen heb. En ten tweede, mijn kleine bruine poepvriendje, heb dit een straatwaarde van meer dan een ton. Waar die sukkels uit Italië mee wegvaren is 50.000 euro. Het enige wat ik dus doe is het kapitaal van die demente vaatdoek verdubbelen. Kwestie van je koppertje gebruiken. Oeh, laat dat dealen nou maar aan mij over. Het enige wat jij moet doen met je gebleekte aarsje is deze handel heel erg goed verstoppen, zodat niemand iets vermoedt. Dan ga ik met dit ene pakketje even kijken of er op de camping nog interesse is. Zet ik vast een lijntje uit. Voel je hem? Ga nou maar. Goed verstoppen, hè, Beertje? Verzin maar iets briljants. Vandaag gaan we het hebben over pannenkoekenbakken. Weten jullie wat dat is? Pannenkoekenbakken is typisch Nederlands. Als je in Nederland wilt leven, moet je pannenkoeken kunnen bakken. Het is verplicht. Het gaat zo. Je houdt je pannetje zo voor je en dan krijg je van mij een voorgebakken pannenkoek in je pannetje. Ja, zo. Jij een pannenkoek. En jij. En jij. En jij. Jij en jij. Zo. Heeft elke vrouw met een laken nu een koek in haar pannetje? Fatima, let jij ook even op. Heb jij een koek in je pannetje? Fatima,
Maar ik ben niet Fatima, ik ben Esmee. Zij is Fatima. Ik ben geen Fatima, ik ben Jasmin. Ik denk zij is Fatima. Ik ben Laila, ik weet niet wie Fatima is. Het kan me niet schelen wie is. Hou je pannetje zo voort je. Jij met die oren, let op. Ik heb jou trouwens nooit eerder gezien, klopt dat? Ik ben Ayaan, ik ben nieuw. Ayaan, gekke naam. Hoor je niet vaak. Nou, allemaal kijken. De kunst van het pannenkoekenbakken zit hem in het omdraaien. Stel, je koek is aan één kant al bruin, dan moet je hem omdraaien. In Nederland gooien we hem dan zo in de lucht en dan vangen we hem omgedraaid op in ons pannetje. Kijk, zo. Zo, dat is pannenkoekenbakken. Nu jullie. 1, 2... En rond. Broeders, ik ben een beetje draaierig van de drugs van daarnet. Het gedoogbeleid zegt dan je bent stoned of high. Maar nu gaan we een stapje verder. Nu ga ik trippen op LSD. The Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Heerlijk. Het is alsof je een verre reis maakt, hè? Met mooie dingen. Een echte reiziger neemt 1 à 2 eetlepels 3 maal daags. En je kunt het kopen op straat van de negers. Ze vragen veel geld, dus je moet een extra toelage vragen bovenop je uitkering. Je verwarmt de lepel LSD aan de onderkant en je slikt hem door voor de maaltijd. Altijd op lege maag werkt LSD het beste. Ah, nu ga ik slikken en trippen. Straks kom ik bij u terug. Dan ga ik spuiten. Ook zo lekker. Ik zie nu ronde kringen. Ik denk dat het de bril van John Lennon is. Hallo jongens. Zijn jullie misschien geïnteresseerd? Wat is dit? Ja, wit poeder, je weet wel. Nee, we hebben net nog een pak wasmiddel gekocht bij de campingwinkel. Laat maar. Hey Johnny. Jij nog een lijntje? Wat kost het dan? Het is 2 ruggen en een heel pakje. Ja, wel goed bij je half lul. Dat geld voor een hele skybox in de arena. Ja, nou, alsof je daar zo vrolijk van wordt. Hij is beter die badkaap hier al. God, je hebt ook voor een zak aaien gekocht, hè. Oh, die loesjes. Van wie komt er naast een oude kerel, man? Ja. Rustig aan, hè, want ik stuur je zo terug naar 020. Kun je een nieuwe grasmat gaan leggen met je open dak. Brutaal, die Amsterdammers. Maar gebruiken, Homer. Oh, misschien heb ik daar iets meer succes. Zijn de Polen.
Hallo jongens. Wilde hier misschien nog iemand... Heb je ook lekker veel aan. Die asperges wijzen alleen maar naar de grond. Zal toch wel één bruine zijn hier zo waar ik die ellende aan kwijt ken? Dat is toch godverdomme een allochtone camping? Zo, juffie. De kussen zit er weer op. Zeg dat wel. Ze bakken er niks van. Kan jij hier nog iets mee? Er zijn er wel een paar op de grond gevallen. Oh, geef niet, Jill. Dat proeven ze toch niet. Wil je wat drinken? Oh ja, geef maar een wit wijntje. Psst. Doe jij aan de lijn? 200, weet je alles. Laat eens proeven. Goed spul. Leg er maar eentje neer. Knap je van op. Ik heb 2 kilo. Moet jij weten? Broeders, dit is het hoogste wat een gebruiker kan gebruiken. Dit is zuivere heroïne. Je spuit het met een naald in je arm en de heroïne zoekt vanzelf de juiste weg. Gebruik alleen schone naalden. Koop geen naalden van negers en broeders. En stop niet te veel drugs in je spuit, want anders wordt het een gedenknaald. Ja, ja. Ik ga nu spuiten. En ik zou u allen op willen roepen. Ga ook gebruiken. Zo, mevrouw van der Meer, hoeven we lekker niet te koken vanavond. Ja, mooi, hè? Hoe laat stijgen we op? Nee, we gaan niet vliegen. We gaan pannenkoeken eten. Oh, pannenkoeken, ja. Mijn man bakt ze altijd voor de kinderen met spek en stroop en spruiten. Dan komen we. Zo, kijk eens. Oh. Het is smakelijk. Dank u wel. Mooi. Heb jij de paspoorten? Dom goed spul. Dat kan jij leveren. 2 kilo, Harry. Voor een tonnetje ben jij het heertje. Dat is goed. We hebben een deal. Je neemt me niet in de zeik, hè? Harry, ik ben het. Freddy. Ik waarschuw jou, lulletje van de meer. Zij mij loopt te fokken, dan zorg ik ervoor dat de hele motorbende jouw artiest aan ingang neemt. Zonder te spugen. En ik sla jou hoogstpersoonlijk de 2 grootste azuurblauwe ogen van die hele kutcamping van je. Zijn we eruit? Wees jij nou maar niet bang, Harry, met je brommert. Door heb ik jou ooit teleurgesteld? Heb ik jou ooit laten zitten? Heb je gehoord of niet? Jawel. Ik had als een speer dat speelhalenbeertje. Harry staat te wachten. Hoe is het met je moeder? Leg ze nog in het ziekenhuis. Ja. Je hebt net een flat van de kut weg laten halen. Goed verstoppen, hè, Beertje? Verzin maar iets briljants. Welke oetlul stopt er nou voor 50.000 euro cocaïne in bussen met poedersuiker? Ja, het moest toch goed verstoppen? Ik denk dat ziet niemand. Kloot viool.
het nog zeer. Doet het nog zeer? Ik heb verdomme 4 weken niet zitten. Dat die motorclub nog zoveel leden heeft, hè? Allemaal aan ben je door de war. En wat zeg ik tegen mijn moeder? Je hebt je eigen hoofdprijs op je eigen pannenkoek zitten strooien? Nou ja, ik vond het wel niet zo'n goed idee. We hadden verdomme schat hemeltje rijk kunnen zijn als jij niet zo'n uienplan had bedacht. Hallo, geef hier eens 2 biertjes. Sorry, tijdens het amusement is de bar gesloten. Tijdens het amusement, ja. Dit is toch geen amusement, die kankerherrie? Hier zitten de witjes uit. Rond die neus. Zal ik er nog wat boorzalf op smeren? Wel ja, joh. Smeer er nog wat boorzalf aan. Dat mag wel kosten allemaal. Ik ga even dansen. Binladen, ik weet dat je in de put zit. Doe je licht hier eens aan. Hoe zit het? Wacht, hè? Ik kom nou al 6 weken netjes om het kampgeld vragen en steeds heb jij een ander smoesie, hè? Hoe zit het? Nee, jij gaat nu betalen, binnetje, anders zal je eens wat leveren. Ga achter. Ja. Met hem dan? Nee, dan zal ik mijn granaatje eens laten zien. Morgen sta jij om 9 uur bij de receptie met €319,28 en anders zet ik je van de camping af. Met je hele harem en je Al-Qaeda groepje erbij. Dat je het weet. Thomas,